Maar welkom. Welkom vandaag bij de open werkgroep bijeenkomst van de Nederlandse AI-coalitie. Deze keer is die open. Dat betekent niet dat die normaal gesproken gesloten is, want iedereen is uitgenodigd om aan te sluiten. Maar het is de maand van de toepassing van het AI in het onderwijs. En dat vieren we eigenlijk, of daar werken we gewoon hard aan deze maand, met een aantal events. En een van die events is deze werkgroep bijeenkomst. Dus een speciaal welkom voor de mensen die niet normaal gesproken bij de werkgroep bijeenkomsten zijn. Leuk dat jullie er zijn. We hopen vandaag wat aan jullie te laten zien waar we de afgelopen tijd mee bezig zijn geweest. Mag ik kort wat over vertellen. Dat is één. En twee is ook een speciaal welkom aan mensen vanuit de regionale hubs. Want de afgelopen periode heb ik samen met Inge vanuit het kernteam ben ik alle regionale hubs digitaal langs geweest. Dat is wel een beetje saai. Ik bedoel, live is dat natuurlijk veel leuker om te doen. Maar digitaal was dat ook wel interessant. En zijn we ook stappen aan het maken. Dus ook speciaal welkom aan hen. En fijn dat jullie erbij zijn. Mag de volgende slide, Floor? Yes, en wat mij betreft mag je hem gelijk nog één door doen. Precies. Waar we aan werken, want daar gaan we vandaag gewoon wat van laten zien. En voor een aantal van jullie is dit gesneden koek. En zijn jullie aan het meehelpen om dit vorm te geven. Maar eigenlijk zijn we dit jaar gestart met een stuk vraagarticulatie. Dus goed luisteren naar de studenten en naar de docenten. Wat zij belangrijk vinden met het toepassen van de AI. Dat lijkt alweer een tijdje geleden, maar dat is de afgelopen maand echt heel tof geweest. Vervolgens hebben we gezegd, op basis daarvan gaan we starten met pilots. Dus we hebben inmiddels een pilot of 9 geformuleerd. Waarbij we zeggen, joh, dit is zo veelbelovend, maar ook spannend. Hier willen we mee aan de slag gaan. Nou, die staan eigenlijk vandaag centraal. Dus daar willen we wat van laten zien. Wat is het nu echt en wat betekent dat voor de aankomende tijd? Dat zijn eigenlijk de twee vragen. En de crux erachter is, we gaan doen. Dus we gaan met jullie in de quadruple helix gaan we die pilots gewoon uitvoeren, omdat we daarmee ervaring willen opdoen. Zodanig dat bijvoorbeeld de ethische vraagstukken, of de datavraagstukken, of de privacyvraagstukken, of de wetgeving naar boven komt. En op basis daarvan dat we dan de roadmap of we noemen het dan de executieagenda, want het mag best wel praktisch van aard zijn en gericht op het doen, dat we die daarmee kunnen opstellen. En dat staat eigenlijk in het tweede deel van dit half jaar zeg maar, op de agenda. Dat is even waar we naartoe werken. Wat gaan we vandaag doen? Volgende slide alsjeblieft. F. Oh ja, je initialen staan er nu niet bij, maar in deze week mag ik dan daar nog één keer grap over maken. Want Floor heet Floor de Boer. En haar alias is eigenlijk altijd F de Boer. Nou ja, sinds dit weekend kijk ik daar minder positief tegenover. Dus misschien moet je alias een beetje aanpassen. Dat terzijde. En vandaag hebben we leuke dingen op de agenda staan. We beginnen zo met een speciale videoboodschap van onze DG. En dat is eigenlijk namens de minister. Dus dat is echt wel heel bijzonder dat die boodschap tot ons komt. Dat is één, daar beginnen we mee. Daarna geef ik het woord over aan Kim. Want die gaat een aantal mensen in het zonnetje zetten. En dat gaat over de enige echte winnaars van de hackathon. Gaan we dat doen. En uiteraard gaan die ook pitches. Daarna gaan we de pitches in. En dat doen we gewoon op een soort van The Voice-achtige manier. Nou, dat hebben jullie allemaal wel een beetje van gehoord. Dus dat gaat helemaal goed komen. Waarbij de crux is, en die ga ik alvast scherp neerzetten. Want daarmee help ik Floor. We geven 5 minuten aan de pitches. En binnen die 5 minuten moet het gedaan worden. Niet langer. Korter mag, maar dat is echt de boodschap. En op het eind komen we nog even terug en sluiten we af op een leuke manier. Dat is denk ik wat we gaan doen. Dus ik denk dat, Floor, als jij de boodschap van de DG kan opzetten, dan gaan we daar eerst naar luisteren. Okay. Beste mensen, we zijn inmiddels gewend geraakt aan snelle digitale verandering. Online vergaderen, zoals u nu doet, is plots heel normaal. Ik hoef u niet te wijzen op het belang van kunstmatige intelligentie. Het is een technologie die eruit springt, die onze toekomstige welvaart en welzijn gaat bepalen. En die zelfs gaat bepalen wie we zijn. Het gaat tenslotte om een technologie die, in bepaalde aspecten, slimmer wordt dan wij.
Om daar verantwoord mee om te gaan, heeft minister van Engelshoven het initiatief genomen voor de werkgroep Onderwijs binnen de Nederlandse AI-coalitie. In 2019 sprak onze minister hierover bij de UNESCO in Parijs. En sindsdien staat de ethiek van de AI hoog op de agenda van de lidstaten van de VN. Nederland is daarover heel helder. We moeten fundamentele mensenrechten altijd borgen. Er mag geen uitruil of verwatering plaatsvinden. En er moet nadrukkelijk aandacht zijn voor gendergelijkheid, non-discriminatie, inclusie en gelijke behandeling. Ik vind het daarom heel belangrijk dat er niet alleen technisch onderzoek wordt gedaan, maar ook sociaal-wetenschappelijk onderzoek dat de impact van AI op de mens in kaart brengt. We moeten goed weten wat die impact is. De Europese Unie heeft een wetsvoorstel gemaakt om verhoogde risico's door het gebruik van AI en algoritmes in het onderwijs te voorkomen. En binnenkort zal OCW juist uw werkgroep vragen wat u daarvan vindt. Maar laten we het vooral ook over de kansen hebben die AI biedt, zeker in het onderwijs. Geen enkele partij is groot genoeg om ervoor te kunnen zorgen dat Nederland alle kansen van AI volledig benut. Het bedrijfsleven niet, de maatschappelijke organisaties niet, de burgers niet en ook de overheid niet. Maar samen kunnen we heel ver komen. Hoe benutten we de enorme potentie van AI voor alle groepen in de onderwijsketen? Hoe houden we tegelijkertijd oog voor de maatschappelijke en de sociale aspecten van AI? En dat lukt alleen in co-creatie tussen onderwijs, overheid, bedrijfsleven en burgers van Nederland. De werkgroep Onderwijs in het Nederlandse AI-coalitie speelt daarbij een hele belangrijke rol. Beste mensen, ECP vroeg mij om subsidie voor het leiden en ondersteunen van uw werkgroep. Dat als een eerste stap. En ik heb goed nieuws voor u. Onze minister gaat die subsidie natuurlijk toekennen. ECP krijgt binnenkort de beschikking. En dat betekent dat u kunt beginnen met uw belangrijke taak zorgen dat onderwijs, overheid, bedrijfsleven en burgers samenwerken voor een succesvolle toepassing van AI in het Nederlandse onderwijs. Ik wens u een succesvol overleg. En houd mij alsjeblieft op de hoogte van al uw voortgang. Ik dank u wel. Nou, het is toch even super tof dat we op deze manier toegesproken worden. Als ik er een paar dingen mag uithalen voor en met jullie. Ik zou eigenlijk willen dat ik zo rustig kon praten als deze meneer. Dat zou ik echt wel willen leren. Hij raakt een aantal onderwerpen aan waar we ook echt daadwerkelijk mee in de werkgroep aan de slag zijn. En dat vind ik wel tof, want ik vind het bovenal tof dat we gezien worden. Dus dat vanuit de minister ook oog is voor wat we aan het doen zijn. De ethische kant werd natuurlijk behoorlijk benadrukt. Nou, we staan op de shortlist om met Elsa Labs voor de toekomst, zeg maar, om te kijken of we daar invulling aan kunnen geven. Dus naast de pilots is dat ook een initiatief wat loopt. Wetgeving werd even naar voren gebracht. Daar ga ik straks een oproep voor doen. Maar er is inderdaad Europese wetgeving in de maak die doorvertaald moet worden naar Nederland. En we zijn gevraagd vanuit de werkgroep om daar ook mede invulling aan te geven. Dus dat is tof. En het is heel erg tof. En daarmee kunnen jullie beginnen met onze werkzaamheden uitvoeren. Nou, we zijn al een tijdje bezig, dus dat zou mijn antwoord zijn. Maar helemaal bij de start van de werkgroep is het eigenlijk gewoon dat vanuit de betrokken ministeries, dat er voor de ondersteuning van de werkgroep, lees voor de voorzitter, dus voor de werkgroeptrekker, lees voor mij, zeg maar, dat daar een geste vanuit het ministerie gedaan wordt. Nou, hier geeft hij eigenlijk invulling aan die geste. Dus dat is super tof dat de OCW dat wil doen. En ook hard nodig, want we moeten gewoon door met z'n allen. Dus op die manier, gaaf dat we gezien worden. Dat is eigenlijk mijn conclusie. En op weg naar de minister de volgende keer, wat mij betreft. Kim, mag ik aan jou even het woord zetten? Want we hebben een aantal mensen die we denk ik in het zonnetje willen zetten. Zou jij dat willen doen? Zeker, want vorige week vond de AI-hackathon plaats.
Is georganiseerd door deze mooie werkgroep, het Versnellingsplan Onderwijs Innovatie met ICT en de SIG AI. Waar er 4 teams die 2 dagen lang heel hard gewerkt hebben aan een AI-toepassing die motivatie van studenten positief beïnvloedt. Jullie zien ze hier op het scherm staan. De jury bestaande uit Inge Molenaar, Nico Woot en mijzelf had het heel moeilijk om een winnaar te kiezen. Maar uiteindelijk, na lang beraad, is het de Hogeschool Rotterdam geworden die gewonnen heeft met hun baas-applicatie, zoals jullie hier zien. En volgens mij, als ik het goed gezien had, was Roland Nijssen ook hier aanwezig. Dat klopt. Gefeliciteerd nogmaals. Dankjewel. En dat was volgens mij de 1 minuut die ik gekregen heb voor deze slide. Supergoed, dankjewel Kim. Is het ook de bedoeling dat er een pitch gedaan wordt vanuit de winnaars of niet? Dat heb ik wel begrepen. Ja, klopt. Ze hebben inderdaad ook een pitch voorbereid, net zoals de pilots vanuit de werkgroep. En ik zal eigenlijk ook, oh, moet ik wel naar de volgende slide doen. Graag het woord geven aan Roland, Mark of ik weet niet wie van jullie de... Ik ga spreken, dus ik ga even mijn scherm delen als het mag. Ik heb hem hier ook in staan. Oh, je hebt hem al in staan, perfect. Dus nou, dan zou ik zeggen, zet hem aan. Goeiedag, mijn naam is Mark Scheper. Ik ben van het team van de Hogeschool Rotterdam. Samen met Roland Nijssen en Oscar Rijmering hebben wij aan de hackathon meegedaan. En we hebben zowaar mogen winnen. Dus toch persoonlijk als fysiotherapeut vond ik dat toch een redelijke overwinning van mezelf. Wat hebben we eigenlijk gedaan? Mag ik de volgende slide alsjeblieft? Wij zijn eigenlijk aan de slag gegaan met een probleem die vooral nu in deze coronatijd extreem uitgesproken is. Is namelijk stress. Stress is toch wel een factor die niet alleen maar de gezondheid bepaalt van jongeren op korte termijn, maar ook lange termijn, op het gebied van mentale gezondheid, maar ook fysieke gezondheid later en ook sociale aspecten daarvan. En we weten ook dat in de leeftijd, dit is je 18 en 24e levensjaar, dat is ook de meest kritische tijd in je leven, waar je dus ook keuzes maakt voor de rest van je leven, maar die ook dus voor een heel groot deel je gezondheid bepaalt. Nou, wat wij dus nu zien, en zeker in zo'n tijd als een hogeschool wat verder weg is, vanwege ook al die maatregelen, alles via Teams gedaan moet worden, dat je ook wel op het moment dat je wat gevoeliger bent voor stress, dat je daar wat extra hulp voor kan gebruiken. Dus wat wij bedacht hadden, is namelijk een applicatie maken, gebaseerd op biofeedback, die dus niet alleen maar kijkt naar hoeveel stress heb je nu, maar dat die ook gaat kijken naar die sociale en fysieke omgevingen die jou misschien stress veroorzaken. Bijvoorbeeld, ik kom vanuit de intensive care. Dus als je mij op intensive care zet, dan is dat helemaal niet zo'n probleem voor mij. Zet je daar een andere persoon neer, die raakt helemaal overdonderd door alle prikkels. Zet je mij dan bijvoorbeeld neer in een peuterspeelzaal, wat dan ook, nou ja, dan raak ik helemaal in de stress. Dus die interindividualiteit van die omgeving is extreem belangrijk, maar ook dus die interventies die je daar kan koppelen. Je kan namelijk vrij simpel, vanuit wetenschappelijke literatuur weten we dat er dus micro-interventies zijn die heel effectief zijn in stress te reduceren. Alleen, je ziet het vaak te laat. Je denkt er niet aan en je moet het ook leren. Dus basis is dus niet een applicatie die behandeling geeft. Basis is eigenlijk een applicatie die je leert omgaan met stress. Nou, hoe werkt dat dan? Mag ik de volgende slide alsjeblieft? Wij willen gebruik maken van wearable technology. Dus we zien heel veel studenten die al beschikking hebben over een smartwatch en smartphone. En vanuit die smartwatch is het vrij precies om hartslagvariabiliteit te meten. Dit is een maat die geaccepteerd is als om biologische stress te kunnen meten. Maar tegelijkertijd ook andere aspecten, zoals bijvoorbeeld de tijdstip van de dag waar je stress ervaart. Als mensen slapen, hebben ze meestal niet zoveel stress. Maar ook de mate van slaap. Dus van als je te weinig slaap hebt, dan zie je dat er ook heel veel problemen ontstaan. Aan de andere kant doet Baas ook nog iets anders. Hij gaat kijken naar de fysieke en sociale omgeving. We weten helaas dat je postcode je gezondheid bepaalt. Dus bepaalde gebieden, hè, dus als je uit een gebied komt met lage socio-economische status, dan of je groeit op in armoede, dan zie je dus dat dus de impact van gezondheidsproblemen en bijzonder stress veel harder is dan bij andere mensen. Dus wat doet dan Baas? Baas die kijkt dus naar dus die ambient noise en sound van geluids- en lichtvervuiling. En hij gaat ook kijken naar de mate van de sociale leefbaarheid van de omgeving waar je in bent.
daar maakt hij dus een composietscore van. Dat is een actueel stressniveau. En dat is hetgene wat ook buiten de smartphone gaat. Dus deze informatie die ik net bespreek, die blijft in die smartphone. Die gaat dus ook niet naar buiten. Dat blijft volledig voor de student. En dan komt er een stressmaat uit. Mag ik de volgende slide alsjeblieft? Dit is ook zo'n voorbeeld van de sociale omgeving. We willen de leefbaarheidsbarometer gebruiken van de overheid. Dit is een kaart van Nederland waarbij je dus ook de leefbaarheid inzet. Die bestaat uit 200 variabelen voor elk gebied. En daarmee kan je vrij accuraat een inschatting maken over de leefbaarheid van waar de student op dat moment is. En ook waar die eigenlijk gewoon het merendeel van zijn tijd besteedt. De volgende graag. Volgende slide, ja. Nou, waar zit dan het artificial intelligence in het verhaal? Dat zit dus niet alleen maar om te herkennen van wat is nou voor jou een stressvolle omgeving, maar ook dat baas kan voorspellen van in welke situatie je waarschijnlijk stress gaat ervaren en dat je misschien van tevoren ook al actie kan ondernemen. Een ander aspect van baas, waar hij ook mee rekening houdt, is namelijk dat hij de keuze maakt voor het type interventie. Dus er zijn verschillende interventies die je kunt doen. Je kan denken aan iets leuks, mindfulness, je kan gaan sporten, je kan een andere omgeving opzoeken in de park in plaats van de bibliotheek. Of je kan gewoon stoppen en even rust nemen. Nou, baas die kijkt voor de omgeving en jouw voorkeuren, wat zou het beste passen, maar ook de duur van de interventie. Sommige mensen hebben een minuutje genoeg, andere mensen moeten wat langer ermee bezig zijn. Wil ik naar de laatste slide alsjeblieft. Nou, baas is dus een applicatie die wij breed willen gaan inzetten op de hogeschool, maar ook verder willen ontwikkelen, bijvoorbeeld voor ziekenhuisomgevingen, voor eigenlijk al die aspecten. En dat we een tool maken waarbij de studenten zelf de kracht krijgen om zich te kunnen handelen, niet alleen maar tijdens de studietijd, maar ook laatst volwassen zijn. Willen jullie meer informatie, dan kunnen jullie Roland of mijzelf mailen. Je kan ook zo volgen op de socials. En dank je wel ook voor het organiseren van de hackathon. Het was een feestje om te mogen doen. Dank je wel. Dank je wel. Even kijken. Dit was precies 5 minuten. Dank je wel. En bedankt dat jullie hier... Ook, ja, precies. Goeie. Ik wil vragen voor mensen, aangezien we redelijk krap in de tijd zitten vandaag met zoveel goede ideeën. Heb je vragen, zet ze voornamelijk even in de chat. Wij sturen alle vragen en opmerkingen daarna door naar zowel de hackathon winnaars als iedereen van de pilots. Dus dan mocht er geen tijd zijn voor vragen beantwoorden, dan komen de vragen alsnog bij degene aan waar ze heen moeten. En krijgen jullie hopelijk ook goed antwoord daarop. Even kijken, ik wil hem doorzetten. Als ik één toevoeging nog mag doen, want die vraag stel ik even hier uit. Ik was een paar weken geleden bij een bijeenkomst waarin Europese subsidies naar voren kwamen. En als er hier mensen zijn die weten hoe wij een beroep zouden kunnen doen op Europese subsidies, dan is dat in ieder geval informatie die voor ons heel welkom is. En dat mag je dan weer in de chat zetten. Top, dankjewel Roland. Even kijken. Ik wil graag door naar pilot 1. Het slim portfolio voor, ik kan het niet helemaal lezen verder, voor het primair onderwijs. En ik wil graag het woord geven aan Raymond of Richard. Ja, hoi, ik ben Raymond Trippe. Die mag je het woord geven. Ja, dankjewel. Nou, ik doe even het woord ook namens Kim Bosters en Richard Hulsebos. Wij zijn van de onderstaande 4 organisaties van Scala, Digidact, Viertaal en Lucas Onderwijs. En die 4 organisaties hebben zo'n 120 scholen voor primair onderwijs onder zich. En wij willen graag een slim portfolio voor het primair onderwijs maken. Mag de volgende slide? Ja. Nou, wat we in ieder geval gemerkt hebben bij onze scholen, en met name de scholen die bezig zijn met onderwijsvernieuwing, denk aan onderwijs in domeinen, wat die scholen missen, dat is eigenlijk overzicht en tijd om zo'n gepersonaliseerd programma te maken. En wat we graag willen doen is een slimme tool ontwikkelen waarbij de leerlingen en de leerkracht verantwoordelijk blijven. Maar in ieder geval dat er wel voldoende overzicht is en dat tijdsbesparend werkt. Mag het volgende? Ja, dus dit is het doel van de pilot. En eigenlijk wat we willen doen is een systeem ontwikkelen dat met een gepersonaliseerd arrangement komt. En vergelijk het een beetje met een afspeellijst zo vanuit Spotify. En in plaats van liedjes dat je dus verschillende leeractiviteiten wordt samengesteld. Ja, en net zoals bij Spotify heb je de daily mix. Nou, dat wordt op basis van de informatie die al aanwezig is, wordt die samengesteld.
Mag de volgende dia? Nou, hier zie je in het kort waar we mee bezig zijn. Links zie je PIM en naast PIM zie je het leerproces. Nou, zo'n bolletje, dat zijn zeg maar periodes van de week van 6 tot 8. En in zo'n periode ben je bezig met een concept of bij andere scholen noemen ze dat een project of een thema. En daar hangen verschillende leerdoelen aan. Ik heb er nu even 4, maar dat zullen er ongetwijfeld meer zijn. En zo'n periode, zo'n concept begint met een coachingsgesprek. Bovenaan zie je dat. En die informatie vanuit dat coachingsgesprek gaat ook weer in het portfolio. En op basis van het coachingsgesprek plus de data die al aanwezig is van het portfolio, zal de voorkennis gemeten worden. De inzichten, vaardigheden, feiten, attitude. En op basis daarvan wordt een voorstel gedaan voor een arrangement. En daarin zitten verschillende leeractiviteiten. De afspeellijst, zeg maar. Dat kan zijn een stuk instructie. Dat kan een keuzeactiviteit zijn. Maar er zitten ook verschillende leerbronnen in. En zie dat vanuit de methodes. Nu heb je een rekenmethode. En dan gaan alle leerlingen die gaan van bladzijde 1 naar bladzijde 50. En deze leerbronnen die kunnen vanuit verschillende methodes kunnen ze plukken om tot een arrangement te komen. Dat arrangement dat is slechts een voorstel. De leerkracht en de leerling kunnen daar nog in schuiven eventueel. En daarna kunnen ze aan de slag. Nou, de leerling gaat dan, en ben ik in dat blauwe vlakje, verwerken, trainen en toepassen. Eventueel bijsturen en daarna het leren zichtbaar maken. Dus presenteren of een toets of een iets inleveren of maken. Om aan te tonen dat je de leeractiviteit hebt begrepen. En dat gaat ook weer in het portfolio. Het portfolio wisselt ook weer data uit met bijvoorbeeld al slimme tools die er nu al zijn. Bijvoorbeeld Snippet of Taalzee of Rekentuin. Dat is in het kort het verhaal. Dan mag je door naar de volgende slide. Ja, nou de vervolgstappen. En dan kijk ik ook even naar een artikel in de Correspondent van, ik denk 2 weken geleden. Zolang het onderwijs geen eigen apps bouwt, danst het naar de pijpen van Google en Microsoft. En dat is denk ik ook wel een belangrijk uitgangspunt. Wat je nu ziet is dat heel veel uitgeverijen die zitten op de data die het systeem genereert. En we willen eigenlijk dat we zelf verantwoordelijk blijven voor die data. Daarvoor willen we aan tafel met de juiste mensen vanuit de praktijk, onderwijskundig, technisch, ethisch, wetenschappelijk en juridisch. Dan willen we graag ook een prototype ontwikkelen, zeg maar even op papier of digitaal. Proeftuintjes opzetten op onze scholen voor vernieuwend onderwijs. En uiteindelijk het ontwikkelen van het slim portfolio. Nou, dan komt de laatste slide. Dan zie je hier de 4 betrokken partijen. En ik had gehoopt dat we daar de e-mailadressen bij zouden zetten. Die staan er niet in, maar mocht je contact willen hebben, dan kun je contact opnemen met Floor. Ja. Die heeft onze e-mailadressen. Dan wil ik jullie bedanken. Ik hoop dat ik binnen de tijd ben, ook namens Richard en Kim. Dankjewel. Inderdaad, aan het einde, dat wordt nog gemeld, maar inderdaad, zeker omdat de opmerking wordt doorgestuurd, zal ook als je vragen hebt, zal ik alles inderdaad doorsturen. Graag. Even kijken. We gaan alweer heel snel door naar de volgende. Dat is de adaptieve e-learning app van Patricia. Patricia, mag ik jou het woord geven? Ja, dat mag, Floor. Dankjewel. Mijn naam is Patricia van Dam. Sinds 2 jaar werkzaam als docent, op dit moment in het hoger beroepsonderwijs. En de pitch sluit eigenlijk heel goed aan op de pitch van de winnaars van de hackathon, stress. Heel veel studenten ervaren stress in het beroepsonderwijs. En dat komt omdat er vaak sprake is van grote pieken, drukte, korte periodes waarin heel veel toetsen worden afgenomen. Nou, die kennis van die theorievakken met name beklijft daardoor niet goed. Er wordt vaak oppervlakkig geleerd. En studenten leren daarmee onvoldoende hoe die kennis toegepast moet worden in de praktijk. En ja, dat is eigenlijk heel erg jammer, want dat is natuurlijk waar we studenten voor opleiden in het beroepsonderwijs. Die kennis leren toepassen in de praktijk. Dus hoe gaaf zou het zijn, hoe waardevol zou het zijn als we studenten zouden kunnen helpen
zich beter voor te bereiden op die arbeidsmarkt. En daarmee natuurlijk ook het bedrijfsleven te helpen. Nou, kunnen we naar de volgende slide? Ja. Nou, wat we willen doen is de studenten faciliteren bij het leerproces via een AI-app. En met die AI-app wordt feitelijk aan het begin vastgesteld wat het niveau is van een student met betrekking tot een bepaald vak. Ongeacht het niveau wordt de student daarna uitgedaagd, gevraagd om nog een slagje dieper te gaan met die leerstof. En daarmee geven we de student autonomie, want de student mag kiezen wat hij gaat doen. Dat kun je hieronder zien, hè, het zijn verschillende opties. De student kan zelf bepalen op welk moment hij dat doet. Dus dat bevordert ook weer flexibiliteit. We dachten ook nog aan een soort van gamification om dat erin te brengen, zodat studenten bijvoorbeeld elkaar kunnen gaan ranken. Welke student heeft de beste nieuwe vraag bedacht? Welke student heeft het mooiste voorbeeld bedacht? Welke student kan de beste feedback geven? En dat willen we dan ook doen in een veilig leerklimaat, zodat studenten met een alter ego of anoniem kunnen deelnemen. Waarom kan dit zo goed werken? Het is aangetoond dat effectief leren vaak bewerkstelligd wordt, omdat studenten met leerstof aan de slag gaan. Ze gaan ermee aan het werk. Ze leggen dingen uit, ze lichten dingen toe. Ze gaan dingen onderzoeken, opzoeken, elkaar uitleggen. Dat levert vaak hele diepe, flexibele kennis op, die ook vaak op andere gebieden goed toegepast kan worden. Volgende slide, alsjeblieft. Nou, de toegevoegde waarde van zo'n app. Ik ben al begonnen met het ervaren van hoge toetsdruk door studenten. Er zijn natuurlijk al ontwikkelingen in onderwijsland die daarop aansluiten, zoals het meer en meer programmatisch toetsen, bewijs leveren van leren. En eigenlijk is wat we met deze app willen bewerkstelligen, zijn we eigenlijk al aan het voorsorteren. Want studenten zijn dus ook door die app aan het leren, aan de slag te gaan met de leerstof. Het sluit ook aan bij de ontwikkeling die je ziet dat heel veel onderwijsinstellingen hun onderwijsprogramma omvormen naar afgekaderde beroepsprestaties, beroepsproducten, waarmee studenten aantonen dat zij bepaalde vaardigheden over bepaalde vaardigheden beschikken die zij nodig hebben als zij straks de arbeidsmarkt gaan betreden. Ja. Nou, het feit dat er heel veel hogescholen en mbo's zijn, ROC's, die dezelfde opleidingen aanbieden, want die sluiten natuurlijk aan bij het landelijk beroepsprofiel, geeft feitelijk aan dat je heel makkelijk zou kunnen opschalen. Dus je zou het hogeschool of mbo onafhankelijk kunnen ontwikkelen. En het zou dan ook denk ik heel gaaf zijn om bijvoorbeeld ICT-studenten daarbij te betrekken. En wellicht in een open source omgeving te ontwikkelen. Ik heb er helemaal geen verstand van, maar dat moet vast kunnen. Ik heb het ook al eerder gehad over het verhogen van de autonomie van de student. De student die gaat leren, leert samenwerken. En is echt betrokken bij de kennisopbouw. En dat is voor mij ook, denk ik, het allerbelangrijkste. Want hoe hou je die kennisopbouw nou relevant? Hoe hou je die kennisopbouw actueel? En volgens mij kan dat vrij gemakkelijk door twee partijen erbij te betrekken. Namelijk de lectoren van hbo-instellingen en de practoren van mbo-instellingen. Die houden zich bezig met toegepast onderzoek. Het zou natuurlijk super gaaf zijn als die ook kunnen aangeven wat de laatste ontwikkelingen zijn op het gebied waar zij dat toegepaste onderzoek op doen. Dat sluit natuurlijk wel aan op de... Sorry Patricia, ik moet je onderbreken. Nee, ja, sorry. Jammer. Ja. En de beroepspraktijk, mooie voorbeelden uit de beroepspraktijk. Die moeten ook bijdragen aan de kennisopbouw. Dankjewel voor je pitch. Ja. Dankjewel. We gaan door naar pilot 3, de interactieve kennisrepresentaties. Goedemiddag, kun je mij zien, horen? Volgende slide vraag dan. Oké, welkom bij deze pitch over interactieve kennisrepresentaties. Mijn naam is Bert Bredeweg,
doe dit mede namens het projectdenker team uit de Hogeschool van Amsterdam. Het betreft voortgezet onderwijs en een nieuwe didactiek voor het leren van vakkennis en systeemdenken. Graag volgende slide. Wat is het probleem, het issue? Leerlingen moeten veel leren over specifieke vakken, biologie, natuurkunde, economie, aardrijkskunde. Maar ook willen we graag dat ze nieuwe overkoepelende vaardigheden leren. Bijvoorbeeld onder systeemdenken valt, zoals oorzaak-gevolgdenken, systeemstoestanden herkennen, kunnen omgaan met feedback, et cetera. Maar op middelbaar onderwijs, zeker in de lagere klassen, zijn eigenlijk geen middelen beschikbaar om actief deze kennis te verkrijgen. Graag volgende slide. Daar hebben we iets voor gemaakt. Dat zijn interactieve diagrammen, interactieve kennisrepresentaties, waarmee leerlingen hun kennis creëren door dat model, door dat diagram te creëren. Dat is opgebouwd in verschillende lagen, wordt steeds ingewikkelder, steeds rijker, van klas 2 tot en met 5. Volgende slide. Maar goed, dat doen is natuurlijk best ingewikkeld voor een leerling. Dus een leerling heeft allerlei vragen, heeft allerlei coaching nodig. Volgende slide. Dus daar hebben we software voor gemaakt, intelligente software, AI-software. Die is niet gebaseerd op wiskunde, maar op logica. Dus die kan meedenken, die kan op een menselijke manier, zeg maar even, praten, aansluiten wat die leerling nodig heeft. En die kan dus, volgende slide alsjeblieft, feedback geven, de leerling coachen in het creëren van de diagram. Dat is waar een interactie tussen die software via het diagram met de leerling. Volgende slide. Die software die geeft ook feedback aan de docent, om informatie aan de docent, hè, middels Learning Analytics. Daarmee krijgt de docent inzicht in de voortgang van de klas. En kan hij of zij de klasmanagement ter hand nemen. Volgende slide. En daarmee wordt die docent eigenlijk ontlast, terwijl de leerling in een actief leermodus komt, naar behoefte automatisch uitleg ontvangt van de software, de leerling meer zelfsturend wordt en meer gemotiveerd aan de slag gaat. Want we hebben gemerkt in de toepassing van dit dat leerlingen het maken van de diagrammen motiverend vinden. Volgende slide. Waar staan we nu en wat willen we? Wat ik net al heb verteld, dat hebben we allemaal. Dat hebben we gemaakt in voorafgaande projecten. We zijn nu bezig met SIA, dat derde project wat je hier ziet staan. Dus we hebben 2 jaar onderweg. En dit gaat vooral, want we denken wel vaak, we maken mooie software en dan komt het wel goed. Maar het gaat echt om de didactische inbedding. Hè, dat het echt past bij wat de docent nodig heeft, wat de school nodig heeft. Daar hebben we nu 2 jaar aan gewerkt. Dat gaat heel voorspoedig. We hebben voor klas 2 en 3 zo'n 20 lessen gemaakt met 5 scholen in de Amsterdamse regio. En nu willen we eigenlijk dit opschalen, verdiepen en verduurzamen over Nederland. Dus we zoeken didactici, docenten, om samen een professionele leergemeenschap of meerdere daarvan op te richten. En samen met hen meer onderwijsmateriaal te maken en te evalueren en dat tool daarvoor te gebruiken. Het gaat over de jaren 2 tot en met 5. De genoemde vakken. We denken ongeveer 10 items per vak per jaar nodig te hebben. Over 4 jaar, dus ongeveer 160 items, denken we. Dat willen we in de periode van 4 jaar met elkaar gaan maken. Dan moet de software ook nog wat verbeterd worden, met name rond de administratie, koppelen aan de schoolsystemen. De software maken doen we samen met een bedrijf dat heet Spin in het Web. En als we veel onderwerpen les hebben gemaakt, dan moeten we ook iets toevoegen over leerdoelorganisaties, zodat een docent de software kan gebruiken, parallel in lijn naast de boeken en de methoden die hij of zij ook gebruikt, om de opdrachten daar goed bij kan selecteren. We denken als dit goed gaat, dat we na 2 jaar in dit proces zijnde het geheel kunnen gaan ontsluiten voor heel Nederland. Daarvoor moeten we dan nog wel een beheerstructuur opzetten. Dat hebben we nog niet gedaan, maar we denken aan een rechtspersoon buiten de hogeschool om. Bijvoorbeeld in de vorm van een stichting, waarin dat dan geregeld kan worden. Als je hier aan wil meewerken, er staat een website hier onder links in. Laat dan daar je naam achter met een inhoudelijk verhaal, dat we weten dat het serieus is en niet maar een spambericht. Dan nemen we contact met je op en we kunnen je ook toegang geven tot de software. Dan kun je zien wat er draait en kan en zelf overtuigd raken. Dankjewel. Dankjewel Bert, dankjewel. Ja. 5 minuutjes hè. Ja precies, goed gedaan. Dankjewel. Om de tijd gaan we meteen door naar de volgende. Even kijken. Dat is inzicht in eigen leerproces. Ik zou graag Inge het woord willen geven. Daar moet je natuurlijk even over nadenken, Floor. En beste mensen, let op, dit is de laatste voor de stemronde. Dus nog even wakker blijven. Ik ga het hebben over de pilot inzicht in eigen leerproces. En die komt voor uit de vraagarticulatie. Floor, je mag naar de volgende slide. Waarbij we heel duidelijk gehoord hebben dat studenten en leerlingen eigenlijk over de hele keten van het onderwijs laten horen dat ze begrijpen dat data kan helpen om meer inzicht te krijgen in hoe ze leren en studeren, maar dat ze dat inzicht dan ook graag zelf willen hebben.
En niet dat er allerlei mensen om hun heen inzicht hebben in hun leerproces, maar zij niet. En dat is denk ik een belangrijk aanknopingspunt voor deze pilot en voor ons als groep in het algemeen, om na te denken over hoe we die informatie en regie over dat leerproces ook echt bij de leerlingen en bij de studenten kunnen leggen. Floor, volgende slide. Hoe willen we dat gaan doen? We hebben binnen de Radboud Universiteit een aantal projecten waarop we leerlingen zowel in het hoger onderwijs, in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs in digitale leermiddelen laten leren. Die projecten detecteren op allerlei verschillende niveaus informatie. En we hebben modules ontwikkeld, algoritmes ontwikkeld, die die informatie kunnen omzetten in inzichten in hoe leerlingen en studenten leren. En dat ziet u in het midden van deze slide. Daar komen heel ingewikkelde datamodellen uit, waaraan wij dan vervolgens als wetenschappers kunnen zien hoe leerlingen hun eigen leerproces controleren en monitoren. Nou, voor het basisonderwijs hebben we die al omgezet naar dashboards. Die ziet u helemaal aan de rechterkant van de slide. En met die dashboards geven we leerlingen in het basisonderwijs inzicht in hun eigen leerproces, terwijl ze leren in additieve leermiddelen zoals Snapit en Kinsey. En dat blijkt te werken. Kinderen gaan beter hun eigen leerproces monitoren en gaan beter oefengedrag laten zien over tijd. Voor het voortgezet en voor het hoger onderwijs hebben we dat nog niet gedaan. En er is dus behoefte aan dashboards bij deze groepen om beter te snappen hoe ze hun eigen leerproces vormgeven. Floor, volgende slide. Nou, hoe doen we dat? In het hoger onderwijs hebben we een module ontwikkeld in een internationaal project. Dat kijkt heel snel naar verschillende vormen van informatie, trace data. Die worden omgezet naar acties, leeracties. Dus er worden een aantal homogene leeracties gedefinieerd, zoals bijvoorbeeld leesgedrag, schrijfgedrag, notetekinggedrag. En van daaruit kunnen we verschillende zelfregulatieprocessen klassificeren. Dus dan zijn we in staat om oriëntatiegedrag, monitoring en dat soort processen op een goede manier te herkennen tijdens het leerproces. Nou, die informatie kun je vervolgens weer modelleren. En dat geeft een beeld van hoe die verschillende zelfregulatieprocessen door een individuele leerling gebruikt worden. Nou, deze informatie hebben we al ontwikkeld. Maar de volgende stap is om daar dashboards van te maken waarin studenten en leerlingen ook zelf beter zicht krijgen op dat leerproces. Floor, volgende slide. En daarin hebben we in een gesprek met de werkgroep eigenlijk een hele mooie vierslag gevonden. De Open Universiteit gaf aan dat ze ULearn hebben, een learning management systeem waarin ze uitgebreide analytics modules hebben. En waarin ze al bezig zijn met het analyseren van leergedrag en zijn zeer geïnteresseerd om te kijken of we daarin kunnen samenwerken. Op de Technische Universiteit in Delft hebben ze dashboards gemaakt voor studenten die in MOOCs leren. En op die manier zelf konden aangeven welke informatie ze graag wilden zien in hun dashboards. En wat zij belangrijk vonden. Dus dat is een andere belangrijke component voor deze pilot. Op de Rijksuniversiteit Groningen hebben ze detectiealgoritmes om op grond van eye-tracking data te kunnen zien of mensen geconcentreerd aan het leren zijn of dat hun gedachten wat breder uitwaaieren. En ook dat is een belangrijke component. En het Flora-project heb ik net al iets over verteld, hoe wij data analyseren. Dus we zagen heel mooi deze vier verschillende elementen bij elkaar komen om inzicht te geven in dat leerproces van die studenten. Floor, volgende slide. En wie zijn wij? Nou, we zijn een aantal componenten heb ik net al genoemd. En verder zijn er een aantal hele enthousiaste mensen die hebben meegedacht en meegepraat. En ik hoop dat we de dynamiek in deze groep houden en zoveel mogelijk mensen blijven aanhaken om dit ook te gaan verwezenlijken. We hebben de basiscomponenten, daar kunnen we mee aan de slag. Om ervoor te zorgen dat we betekenisvolle dashboards gaan ontwikkelen voor vooral leerlingen en studenten in het hoger onderwijs. Met de componenten die ik net benoemd heb. En iedereen is welkom om aan te haken. Floor, dankjewel. Dankjewel Inge. Even kijken. We gaan even door, even checken hoe iedereen nu denkt eigenlijk over deze pilots. Dat doen we door middel van de Mentimeter. Even kijken, als het goed is kan ik deze delen. Dan vraag ik jullie even naar menti.com te gaan en de bovenstaande code in te vullen. En even aan te geven, je kunt alle vier aangeven. Je kunt zeggen, of één, je mag alles tussen 0 en 4. Wat je eigenlijk vindt van deze pilots.
wachten nog even een beetje. Volgens mij staat hij namelijk nu op bijna 40. We zijn met 74. Hey Floren, ik noemde het de voice, maar het is niet zo dat de mensen die het niet halen, zijn, dat die afvallen voor het leven. Hè? Dat is in dit geval is dat niet zo. Zeker niet. Nee, het is om even goed te kijken waar eigenlijk wat iedereen, zeker in open werkgroepen, denkt. Maar ik denk dat het redelijk gelijk opgaat. Wat natuurlijk extra leuk is om te zien, omdat natuurlijk het gaat op dus samen 100%. Dus als het allemaal 25 is, dan zou het allemaal gelijk zijn. Dat is ook eventjes dat jullie dat weten. Dat het niet, dus ik denk dat het heel gelijk opgaat en duidelijk overal duidelijk heel veel potentie in zit. Even kijken, mocht je hem nog niet hebben ingevuld, je kunt hem nog invullen, maar we gaan ondertussen wel door naar de volgende pilot. Aangezien we al een klein beetje uitlopen, even kijken. Ik wil graag Wilco even het woord geven. En voor de opening slides hadden we bedacht om de eigenaar van Feedback Foods de eerste twee te laten toelichten en niet de laatste twee. Ewout? Dankjewel Wilco. Ja, we hadden 5 minuten, dus we dachten alle tijd. Hallo, Ewout Kok, co-founder, CEO van Feedback Foods. En met Wilco betrokken in een bestaand pilotproject, wat we proberen op te schalen door middel van deze methode. Maar in de context, de problematiek die we proberen aan te pakken, is eigenlijk werkdruk bij docenten. En hoe dat leidt tot minder persoonlijke feedback die studenten krijgen. En die werkdruktoename is ontstaan door een enorme toename in het aantal studenten in het hoger onderwijs in Nederland. Dat is de context van deze pilot. De outcome van deze pilot, zou de volgende slide mogen alsjeblieft, gaat eigenlijk over het doel wat wij willen, is een tool piloten, dus er is al een bestaande tool ontwikkeld, die willen we piloten en doorontwikkelen, om geautomatiseerd feedback te geven op ingeleverd werk van studenten. Het doel is dus om als een soort van formatieve coach naar een student te helpen zijn of haar werk te verbeteren. En dat kan betekenen feedback op hoe het geschreven is, maar ook feedback op de onderzoeksmethodes en feedback op bijvoorbeeld referenties, de manier van refereren en of de referenties goed gebruikt worden of de referenties misschien niet tegengesproken zijn. Later nadat het gepubliceerd was. En het doel hier, wat hier centraal staat, is om een student eigenlijk inzicht te geven in hoe een student beter zijn of haar onderzoek kan vormgeven op papier. En daarmee uiteindelijk een beter stuk inlevert bij de docent, waar de docent werkdruk scheelt. En als wij een inschatting maken wat dat gemiddeld kunnen besparen aan werkdruk als we kijken naar een adoptie van 60% binnen een gemiddelde instelling in Nederland, hoger onderwijs, dan denken we aan ongeveer €500.000 per jaar aan werkdrukverlichting voor docenten. Dat is voor instellingen interessant, voor docenten geldt dat de review workload natuurlijk naar beneden gaat, voor studenten dat die persoonlijke feedback omhoog gaat. We willen hier onderzoek bij aansluiten bij dit project, zodat we beter inzicht krijgen in de effectiveness en ook de acceptance van zo'n formatieve tool. En uiteindelijk is de doetankmethodiek, zoals die Fruits die hanteert, wordt gebruikt om zo'n tool, als die inderdaad die toegevoegde waarde levert, ook werkelijk te kunnen exporteren naar de internationale universiteiten waar Fruits mee werkt. Dankjewel. Wilco, volgende slide alsjeblieft. Wat we willen is, we hebben de tool, die is beschikbaar. We zien echter dat de tool zo goed is als die gebruikt wordt. Dus we willen meer inzicht hebben in het didactisch gebruik van die tool in verschillende contexten. Aan de linkerkant zien jullie een aantal instellingen die de tool al gebruiken. En we willen op een gestructureerde manier inventariseren op welke manier die tool past bij het didactisch gebruik. Dus wordt die aangezet en gebruikt een docent hem helemaal niet? Of gaat dus docent daar intensief mee aan de slag met de studenten, naar allerlei variaties die we in het veld zien, die we op een gestructureerde manier willen innemen op plateau 1. De inzichten die we daarin opdoen, willen we in plateau 2 inzetten voor het verbeteren van het product. En eigenlijk parallel daaraan voorzien we een 2 jaar durend onderzoek, zowel op AI als op didactiek.
Dus langere tijd gestructureerd onderzoek naar hoe dit type tools kan winnen aan effectiviteit in het onderwijs. Nou, als we naar de laatste slide kijken, Ewout zei het al. Het is op dit moment nog een Rotterdams feestje met de Hogeschool Rotterdam en de Erasmus Universiteit. En we nodigen eigenlijk iedereen uit om actief deel te nemen, zodat het echt het onderwijs kan verbeteren en studenten actiever aan de slag kan met hun schrijfvaardigheden. Dank je. Ja. En om daar de laatste 30 seconden nog aan toe te voegen. De methode dus die hier wordt toegepast is echt het combineren van het onderwijs dus met het onderzoek, als wel met productontwikkeling. Dusdanig dat dat in iteratieve cycles ervoor gaat zorgen dat je continu de inzichten interpreteert en vertaalt. Dus inzichten genereert in het onderwijs door het gebruik. Interpreteert door middel van research. Vertaalt door middel van productontwikkeling. Wederom weer test in het onderwijs, et cetera. Op die iteratieve manier tot een hoger niveau te kunnen komen. Dankjewel. Dank jullie wel. Even kijken. We gaan weer door naar de mechanismes van het curriculum. Peter, ik wil graag het woord aan jou geven. Ja, dankjewel. Geef de eerste slide maar. Mijn naam is Peter Vermeer en ik werk aan de Universiteit Maastricht. Meer specifiek aan het University College in Maastricht. En wij zijn bezig met wat ik OSCAR genoemd heb. En dat is een Observatory for Student-Centered Advice and Recommendation. Vernoemd naar een van onze initiële academic advisors die ook OSCAR heette. Maar waar wij naar op zoek zijn is een informatiesysteem waarmee wij de informatiepositie van belangrijke stakeholders kunnen verbeteren. Heel kort gezegd wil iedereen graag kwalitatief goede diploma's afleveren. En wij denken dat door mensen beter in staat te stellen goede keuzes te maken, we dat voor elkaar kunnen krijgen. Studenten zijn in ons open curriculum de auteur en eigenaar van het programma. Maar die worden begeleid door academic advisors, maar ook management heeft een rol hierin. Ik zal iets meer uitleggen over het programma zelf, want dat wordt de context misschien wat begrijpelijker. We hebben een open curriculum waarbij studenten een eigen programma mogen bouwen. Dus wij bieden 150 cursussen per jaar aan. Maar studenten selecteren daar maar een heel beperkt aantal uit om tot een programma te komen. In een driejarig programma doen studenten onder andere 24 vakken. Maar van die 24 vakken kiezen wij er maar 4. En studenten kiezen er zelf de rest. Dus dat zijn 20 vakken. Daarnaast doen ze ook nog vaardigheidstrainingen en projecten. Maar studenten zijn eigenlijk heel erg belangrijk bij het bepalen van hoe hun programma eruit ziet. Een andere eigenschap van ons programma is dat wij zijn een driejarige bachelor, maar studenten mogen 1 jaar aan credits buiten ons programma doorbrengen. Dus dat vergroot de keuzemogelijkheden nog eens een keer exponentieel. En met al die keuzemogelijkheden die studenten hebben, willen we dat ze goede programma's bouwen. En het einddoel is eigenlijk een app voor studenten die op elk gewenst moment een student passend en op inhoud kan adviseren wat te doen. Het is voor studenten lastig om te zien hoe een bepaald gebied zich ontwikkelt, terwijl dat tegelijkertijd voor een student wel van heel groot belang is. Een student bijvoorbeeld bereidt zich natuurlijk niet voor op de wereld van gisteren, maar op de wereld van morgen. Dus een van de dingen die wij graag willen is studenten als het ware zicht geven op alle dingen die buiten de universiteit gebeuren. En allerlei interessante ontwikkelingen die er buiten de universiteit zijn, maar die beschikbaar maken voor studenten in de context van de keuzes die ze moeten maken. Dus als er ergens iets interessants gebeurt en er een nieuwe ontwikkeling is, dat studenten de mogelijkheid hebben om daar kennis van te nemen, maar die nieuwe ontwikkeling ook gelijk uit te laten betalen voor de keuzes die ze moeten maken of die ze willen maken in hun programma's. Voor management geldt bijvoorbeeld ook dat het van belang is dat ze goed op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen, zodat ze de inhoudsaanbod actueel kunnen maken. Dus denk even aan de COVID-crisis bijvoorbeeld. Het is zeer interessant voor universiteiten om op dit moment eens te kijken naar allerlei epidemiologische, gezondheids, sociale ontwikkelingseffecten die COVID heeft en daar een vak van te maken voor studenten.
En dus dat is het doel. Een app dat studenten op elk moment, gewenst moment, kan adviseren op inhoud wat betreft de keuzes. Mag ik de volgende slide? Wat we daar natuurlijk voor nodig hebben, aan de ene kant zijn we gewoon allerlei dingen binnen het college aan het doen. Gewoon het systematiseren en het opscholen van informatie. Dus bijvoorbeeld alle leerdoelen van de onderwijseenheden die we hebben, proberen in kaart te brengen en te systematiseren, zodat we ook daar gericht advies op kunnen geven. Maar de dingen die we nu aan het ontwikkelen zijn, is content mining van actuele en relevante documenten en die informatie gebruiken om een student getailerd advies te geven. Dus wat we daarmee bedoelen is, we hebben algoritmes waarmee we de inhoud van teksten kunnen minen, topic clusters kunnen maken. En wat wij willen is dingen, gebieden die studenten interessant vinden, op die manier minen. Het profiel van de student zelf kunnen we ook minen qua inhoud betreft. En de kloof tussen die twee omzetten in leerdoelen die studenten nog moeten voldoen om bij hun doel te komen. Maar die leerdoelen die zijn onderdeel van de blokken die wij aanbieden. Dus op dat moment hebben we een op inhoud gebaseerd systeem waarmee wij inhoudelijk relevante blokken aanbevelen aan studenten om de doelen die zij willen bereiken te bereiken. Wat we daar ook bij nodig hebben is het herkennen van het niveau waarop materiaal behandeld wordt en studenten adviseren of ze wel op het juiste niveau zijn. Dus leerdoelen kunnen verschillende cognitieve processen behelzen. En op het moment dat studenten daar nog niet aan toe zijn, geeft het recommendatiesysteem advies welke stappen ze nog kunnen zetten om daar te komen. Super. Dankjewel, ja. Peter. Dankjewel. Ja. Even kijken, we hebben nog twee pilots, dat jullie het weten. Als eerste opgave over hypothesetoetsen. Dus, en daarna vragen jullie dus nog een keertje deze de Mentimeter in te vullen voor deze afgelopen vier. Dan sluiten we nog even af. Dus mocht je nog even een paar minuten kunnen blijven hangen, dan heel graag. Want deze ideeën zijn natuurlijk ook heel erg interessant. Sietske, mag ik jou het woord geven? Ja, goedemiddag. En dan wil ik wel graag meteen de volgende slide. Mijn naam is Sietske Takema. Op dit moment vanuit de Hogeschool Utrecht, maar ook verbonden geweest aan de Universiteit Utrecht. Binnen de Universiteit Utrecht hebben we in het kader van mijn promotieonderzoek en een onderwijsontwikkelproject over statistiek opgavetypen ontwikkeld waarmee studenten online aan hypothesetoetsen kunnen werken. Dus het ontwikkelen van hypothesetoetsen. Dus waar vorige pilots behoorlijk algemeen waren, of in elk geval niet altijd domeinspecifiek, juist heel breed ingezet kunnen worden, hebben wij een toepassing die heel domeinspecifiek is. Het gaat echt om statistiek en daarbinnen het oefenen met hypothesetoetsen. Als studenten dat in een online omgeving gaan doen, dan is het lastig om studenten ruimte te geven voor het logisch redeneren dat nodig is binnen hypothesetoetsen, maar tegelijk ook feedback te kunnen geven op hun redeneren. Dus aan de ene kant willen we opgaven zo open mogelijk aanbieden, zodat zij studenten zelf veel werk moeten doen. Maar tegelijkertijd willen we die open oplossingen van de studenten wel kunnen interpreteren om daar feedback op te kunnen geven. Nou, daar hebben we een feedback systeem voor ontwikkeld. Samen met Johan Jeuring, Bastiaan Heren, Peter Boon. Nou, dat ziet er een beetje uit zoals hier op de slide. Dus een student kan steeds een stap kiezen uit een keuzemenu. En vervolgens de inhoud van die stap invullen voor de context, de opdracht waar de student mee bezig is. En het systeem geeft feedback op de inhoud van elke stap, maar ook op de samenhang tussen de stappen tot nu toe. En dat gedurende het hele oplosproces. Dus elke keer dat de student een stap heeft ingevuld, kan hij nakijken en krijgt hij zijn feedback. En je ziet een paar voorbeelden van de feedback. Dus dat gaat echt in op de concepten. Het gaat echt in op het logisch redeneren van het hypothesetoetsen. Mag ik de volgende? Op dit moment wordt het dus al gebruikt in hoger onderwijs, ingebed in huiswerkopgaven, dus het is echt ook als oefenmateriaal bedoeld. Zoals gezegd, het is er, maar het ligt ook een beetje op de plank. Dus wat we in eerste instantie willen doen, is kijken hoe kunnen we dit inbedden in statistiekcursussen. Wat hebben docenten nodig om hiermee aan de slag te gaan in een statistiekcursus? En als eerste moet het dan makkelijk zijn om een context
aan te leveren en op basis daarvan dit soort opgaven te genereren. Dus dat is een eerste doel van onze pilot, het verzamelen van opgaven, dus een verzameling aanleggen van opgaven met verschillende contexten, verschillende opleidingsgebieden, domeinen misschien ook, hè, want statistiek wordt in heel veel opleidingen, in heel veel domeinen aangeboden. Dus dat is een eerste doel om te kijken wat is er nodig om dit soort opgaven aan te bieden in verschillende statistiekcursussen. Mag ik de volgende? Een tweede doel waar we meer experimenteel naar willen kijken, dus meer gericht op ontwikkeling, doorontwikkeling van de tool, is het nog opener maken van de opgave. Nu, als studenten stappen in moeten vullen, dan is er toch veel waar ze moeten kiezen, klikken, meer keuzeopties. We willen kijken wat er mogelijk is om dat opener te maken. Dus geschreven tekst en de interpretatie daarvan. En de volgende. Als derde doel willen we graag een koppeling maken tussen de concepten waar de student in het proces van hypothesetoetsen mee aan de slag gaat is en een studentmodel. En daarvoor ligt eigenlijk heel veel ontwikkeling al klaar. Dus dat is eigenlijk een kwestie van ook uitwerken, toepassen en weer kijken hoe dat ingepast kan worden in onderwijs. Dus welke autonomie de studenten daarmee kunnen geven. Mag de volgende slide? Dit zijn de stappen die we voor ons hebben, voor ons zien. Dus het gaat om het ontwikkelen van een opdrachttemplate, het vinden van een leuke club statistiekdocenten die mee willen doen. En daarbij gezet, wees welkom, echt, vind je het interessant, van harte welkom. We willen docenten inwerken, opdrachten ontwikkelen en inzetten. Dat is eigenlijk waar we in het najaar mee aan de slag willen. En in die inzetten willen we ook gebruiken om data te verzamelen eigenlijk voor de volgende twee stappen. De interpretatie, de opener opgave. En ook daarvoor, voor de mogelijkheden, technische mogelijkheden, daarvoor is input nog van harte welkom. Dankjewel. Dankjewel, Sietske. Dank je. Jullie kijken, we gaan meteen door naar Niels, datagetekend. Ja, dank je. Gaan meteen maar los met de volgende slide. Ik ben Niels Taatgen, ik ben hoogleraar kunstmatige intelligentie hier aan de Rijksuniversiteit Groningen. En ik zal iets vertellen over mijn project. Ik hoop dat jullie allemaal nog even kunnen blijven hangen in de blessuretijd. Ik ben heel erg geïnteresseerd in beter gepersonaliseerd leren. En hoe kunnen we dat goed voor elkaar krijgen? Plaatje rechtsboven illustreert eigenlijk van we willen kijken wat weet een leerling al. En op basis van wat een leerling al weet, willen we nieuw materiaal selecteren. En het doel van gepersonaliseerd leren is dat we niet iets kiezen wat te makkelijk is, dus wat iemand al kan. Dus dat hier in het hoofdje laat een beetje zien van wat kan iemand al. Dus dan gaan we niet nog meer dingen kiezen die al kan. We willen ook niet iets kiezen wat veel te moeilijk is, want dan raakt de leerling alleen maar gefrustreerd. Dus we moeten iets kiezen wat precies goed is. Precies het juiste niveau is een klein stapje verder gaat dan wat de leerling al weet. Nou, en wat hebben we daarvoor nodig? Eigenlijk een goed kennismodel van hoe zit die kennis nou in elkaar? Dus linksonder, dat plaatje illustreert een beetje van hoe dat eruit zou kunnen zien. Hè? Dus dat je begint bij hele simpele sommetjes bijvoorbeeld, en dan ingewikkelde sommetjes, maar misschien ook kleine vergelijkingen, en uiteindelijk naar steeds ingewikkelde vergelijkingen. Nou, dat is natuurlijk wel leuk, en wij kunnen natuurlijk als kennisingenieurs zoiets opstellen en Bert Bredeweg liet ook al zoiets zien wat op het gebied van andere wetenschap. Maar ja, klopt het wel precies wat wij bedacht hebben? En misschien kan dat in sommige domeinen heel goed, bijvoorbeeld wiskunde. En in andere domeinen is dat veel lastiger. En misschien weten we het in de wiskunde misschien ook niet helemaal goed. Dus dit project gaat erover van kunnen we dit afleiden uit de data in plaats van dat wij het bedenken. En dingen afleiden uit data, dat is natuurlijk ook precies wat we tegenwoordig doen in de AI. Dus het plaatje rechtsonder laat een beetje de methodologie zien die daarachter zit. Dat je zegt, we beginnen met leerlingen die opdrachten maken. En dat levert ons data op over wat voor patronen daarin zitten. En dat combineren we met theorie die we halen uit de cognitie, uit de psychologie. Dus hoe werkt ons geheugen? Hoe zitten vaardigheden in elkaar in ons geheugen? En dat geeft ons in staat om dat kennismodel te construeren. En dat kennismodel, dat gebruiken we dan om te kijken van wat is de huidige stand van kennis van een leerling. En dat maakt het mogelijk om dit te doen. Nou, de bedoeling is dat dit een domein onafhankelijk
methode wordt. Dus dat je kunt zeggen, we gebruiken het voor wiskunde op de basisschool of voor programmeeronderwijs op de universiteit. Dus universeel inzetbaar. En het is ook al een methode waar we al stappen gemaakt hebben. Dus mijn collega Hendrik van Rijn, waar ik mee samenwerk hier in Groningen, die heeft een dergelijk systeem al ontwikkeld voor het leren van feiten. Dus feiten worden gewoon herkend door het systeem en gecategoriseerd naar moeilijk en makkelijk. En het is gebaseerd op een geheugenmodel van menselijk leren. Volgende slide graag. Hoe ver zijn we nu? We zijn momenteel bezig met het ontwikkelen van algoritmen om met behulp van clustering en graafbouwen een dergelijke kennisstructuur te gaan bouwen. Dat hebben we al uitgeprobeerd op gesimuleerde data. Daar gaat het heel erg goed op gesimuleerde data. We hebben het ook al toegepast op publiek beschikbare data, onderwijsdata. Daar levert het ook hele mooie resultaten al op. Maar nu moeten we het echt gaan uitproberen. Wat we dus nu gepland hebben is in overleg met de TU Delft om te kijken naar hun programmeeronderwijs. Want daar hebben ze al een dergelijk systeem. En we kijken van kunnen we inderdaad de kennisstructuren terugvinden die zij denken dat erin zit. Maar er liggen ook heel veel andere mogelijkheden nog open. Toepassingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, ook andere contexten. En ik denk dat dit ook een project is wat heel goed aansluit op een aantal van de andere projecten die we al gezien hebben eerder in deze presentaties. Dus ik zie ook wel hele mooie mogelijkheden om samen te werken. En hier wou ik het bij laten, want we zitten al in de blessuretijd. En ik hoef niet per se mijn 5 minuten helemaal op te maken. Dus terug naar jou, Floor. Dankjewel, Niels. Even kijken. Ik open nog even de Mentimeter voor de mensen die er ook weer snel vandoor moeten. En dan zeg ik tegelijkertijd graag, als het goed is kun je nu de invullen. Zeg ik ook graag, dus als je een vraag hebt verder, en die heb je niet in de chat nog gezegd. Je kunt mij mailen, heb je opmerkingen, vragen. Wil je meedenken met de pilot of iets anders? Mail mij eventjes, dat is fdeboer@turnip.nl. Dus wat Jeroen zei, de afkorting van de coach. En dan turnip.nl. Mag ik hem dan afsluiten, want dat kunnen we parallel doen terwijl iedereen nog even de Mentimeter invult. Dank voor jullie flexibiliteit, dank voor de pitches die gedaan zijn, dank voor jullie aanwezigheid. Wij gaan weer door met de werkgroepbijeenkomsten in september. Daar ontvangen jullie in juli weer een reeks van uitnodigingen voor. Mocht je daarvoor uitgenodigd willen worden en je zit nog niet in de groep, dan even naar fdeboer@turnip.nl. En nog een specifieke oproep, en dat gaat over de wet en regelgeving die ik al eerder aankondigde. Die is al in Europees verband in de maak. Dat heeft impact, een best wel grote impact, ook voor Nederland. Wil je daar nou in betrokken worden? Wil je daarin meedenken? Een keer een sessie bijwonen, omdat we daar als experts zeg maar, gevraagd zijn. Meld je dan even specifiek bij Floor en of bij mij aan. Dat kan ook in de chat. Want heel graag gaan we met een klein groepje, een executiecoalitie, daar wat van vinden. Dus vind je dat nou echt tof? Meld je even aan, want dat is belangrijk voor ons, voor Nederland en ook voor Europa. Dus dat is altijd goed. Dank voor nu. Dank jullie wel.